Goedemorgen, het is zondag en we hebben lekker geslapen na Londen. Wakker geworden van de wekker, want zometeen signeren in de Pagman hier in Den Haag. Ik heb er super zin in, het is heerlijk weer. Nu eerst even douchen en klaarmaken en eten en dan naar de Pagman. Ik heb me opgemaakt en ga ik nu mijn haar doen. Ik gebruik vandaag mijn G-Arc voor krullen. Dit is wat ik aan heb. Dit is een jurkje van Primark. Het is een erg warme dag vandaag. En dan deze hakken. Toevallig hebben ze echt precies dezelfde kleur. Ze zijn niet te hoog, gewoon degelijk. En dan mijn haar heb ik uitgeborsteld. En gewoon mijn make-up zo. Oh, de scooter daar is. Pagman. Zijn er. En check dit. Yay. Mijn haar zit voor geen meter. Het is maar door de wind. Ik loop dus net naar binnen en er zitten allemaal mensen al op stoeltjes. Echt voor een lezing. Maar ik heb niet echt iets voorbereid qua lezing. Ik kan altijd wel wat vertellen, maar ik had niet verwacht dat het zo... Dat iedereen zo zit en zo van, nou, doe je speech. Dus ik ga nu heel snel brainstormen. Hi, we zijn bij Pagman. Ja. Zin in. Oké, daar ga ik. Spannend. Hallo iedereen. Wat leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Wat zijn jullie met film? Dat had ik echt niet verwacht. Want ja, dit is toch niet helemaal in het centrum van Den Haag, maar een stukje erbuiten. Wie komen er eigenlijk uit Den Haag? Van daar. En ja, super leuk dat jullie er zijn. Zeker omdat het nu zo lekker weer is. Ik heb gehoord dat sommigen hier al vanaf 12 uur zitten. Nou, respect, want ja, ik zou straks zeker doorgaan naar Scheveningen als ik jullie was. Ik wilde kort vertellen dat ik ben er zo trots op dat ik een boek heb geschreven en er zijn inmiddels 10.000 exemplaren verkocht. Nou, dat had ik echt niet verwacht. We begonnen eerst op de party met boeken en toen was het van, ja, ik weet niet hoeveel er verkopen. En ja, aan de lopende band werden er boeken verkocht. En voor mij was het, ja, ik ben geen journalist. Ik maak heel vaak spelfouten. Ik ben helemaal niet dat, oh, ik ben zo'n goede schrijver. Nee, helemaal niet. Maar toen ik de vraag kreeg of ik een boek wilde schrijven, dacht ik, ja, wat ga ik nu vertellen? Een autobiografie, daar ben ik een beetje te jong voor mijn gevoel. Want dan vertel je over je leven, maar ja, ik ben 27. Nee, daar ben ik iets te jong voor. Toen dacht ik, beauty. Nee, want ik schrijf over beauty op mijn site. Als je googelt of op mijn site zoekt, dan vind je al alles over beauty. Dus een beetje gek als ik dat dan eigenlijk mezelf dezelfde tekst in een boek zet. Toen dacht ik, waarom vertel ik niet korte verhalen over dingen die ik heb meegemaakt? Waar ik van heb geleerd en waar anderen misschien ook iets van kunnen leren. Want ik heb dat ook bij vrienden. Als zij met een verhaal komen van, joh, wat ik nu heb meegemaakt, dit en dit en dit. Nou, dat doe ik ook nooit meer. Dat is voor mij ook heel leerzaam. Toen dacht ik, weet je, als ik dat nou opschrijf. En ik heb best wel wat dingetjes meegemaakt die, ja, bijvoorbeeld, je start een business. Ik wist niet waarop moest. Of, ja, je krijgt ineens heel veel volgers. Hoe ga je daarmee om? Ik ben naar Nederland gekomen vanuit Rusland. Ja, hoe heb ik dat ervaren? En dat heb ik eigenlijk opgeschreven in mijn boek. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Dus ja, dat is een beetje waar mijn boek over gaat. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb achterin ook een pagina met een soort van hashtag voor feedback. En ik vind het heel erg leuk om dat te lezen. Ik krijg elke dag foto's van mensen op Instagram en Twitter. En dan met feedback, wat ze ervan vonden. Ook heel eerlijk. En dat vind ik heel fijn om te lezen. Dus schroom niet om... ja, feedback te sturen, want daar word ik heel erg blij van. Oh, trouwens, er wordt nu gevlogd daar. Ik was aan het vloggen, daar is het goed. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met het boek schrijven? Ik ben in november begonnen. Ik heb er ongeveer een half jaar over gedaan. Maar dat ging wel echt in vlagen. Dus dan was, weet je wel, dan de ene dag schrijf je een heel hoofdstuk, en de andere dag een stukje, en dan weer 3 achter elkaar. Dus ja. Een half jaar heb ik er. Wat vind ik het leukste om te doen? Nou, ik vind filmpjes opnemen heel erg leuk. Dus tutorials en dan om daarna te bewerken en ja, weet je, iets creatiefs te bedenken. Want ik doe bijvoorbeeld soms do-it-yourself. Ik doe het helemaal creatief met dingetjes neerzetten. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus ik wil heel wat anders dan schrijven natuurlijk. Dat vind ik ook heel leuk. Het is allemaal leuk. Wacht, ik ga heel even een stukje vloggen. Hi meiden! Ja. Camera viel dus net uit. Oeps! Ik eet zelfs vanmiddag je ouder bij je taart. Oh, echt waar? Ja. Oh,
dat was het. Maar hij komt langzaam aan het einde. Nou, we zijn klaar met signeren en oh lord help. Platen. Dat was echt heel erg leuk, heel gezellig. Helaas was de camera dus vol van gisteren van Londen nog. Dus een stuk is weggevallen, maar hij... En ik kan het niet laten om zelf ook nog even rond te wandelen. Deze paagman is huge. En ze hebben hier bijvoorbeeld een mega deel met kantoorartikelen. Check this, is squeezy. Squeezy markeerstiften. I need it. Wat vind jij van de squeezy tubes? Ja, super cool. Het zijn gewoon squeezy markeer. Maar ik wil weten hoe het eruit komt. Squeezed het dan markeervloeistof. Val ze opdrogen. En dan squeeze je het laatste beetje er nog uit. Oké, okay, waar gaan we heen? Dat dingetje. Allemaal reisboeken zijn we nu. Ik wil overal heen. Hier, ik zie, waar is het Gelderland? Ik zie wat jij wil. Ik wil naar Gelderland. Canada. Zie, ik wist het. Gewoon lekker. Dat is er. Hoi. Net, kijk wat ik in de winkel vond. Check dit. Tubus. Squeezy markeerstiften. Met gel. Dat weten we ook niet. Nee, wij hebben bedacht dat waarschijnlijk als hij dan op is, kan je extra hard squeezen en dan komt er weer kleur uit. Ja, en als hij opdroogt. Want je gebruikt ze nooit elke dag, toch? Hoe awesome. One. En ik zit bij Tat in de auto. Hoi. Is het makkelijker voor Foef om dan met de scooter te gaan en we hebben hier een poster en dingetjes mee. Dat kan dan in de auto. En ik ga zo Tat helpen met een video dingetje. Ja! Ik ben dus nu met Tat. Ik ga haar helpen met een video maken voor haar bureau. Van internationaal. Weet je, dan moet je updaten je... Hoe heet dat? Je portfolio. Ja. Omdat ik dus in Nederland ben, kan ik niet altijd bij alle castings zijn. En ze willen vaak ook bij castings zien... gewoon hoe je bent, zeg maar, qua personality. Dus dan stel je jezelf gewoon voor in een video. Ja. Dat gaan we even opnemen. Ja, met hakken erbij en dan haar camera. Ik film hoe ik film. Tat, laat eens even een voorbeeld zien van wat je moet doen. Als je nu, zeg maar, jouw camera, wat we nu gefilmd hebben. Yay, go! Dan moet ze voorbij lopen, stilstaan, poseren. En dat stuur je dan. En dan is dat soort van video portfolio ding. Yay! We hebben net gegeten. Het is lekker weer. Iedereen is helemaal gaar. Miel? Kijk hoe lief. Ze hebben het hartstikke warm. Miel? Er is een kat aan de andere kant dat overgeeft. Ja, volgens mij ook. Haarbal. Doe. Hey. Tat, het geheim van de squeezy stiften. Het is een beetje een fail. Als je, ik weet niet of je het kan zien op de camera. Ja, jawel. Kijk, er zitten gewoon... Er zit squeeze er eens in. Je kan het wel insqueezen, maar... Het is keihard en er zit gewoon een stift in. Dus wat er normaal zeg maar gewoon in het harde plastic zit, dat zit nu gewoon in een tubevorm. En dat is fail. Jammer. Ik dacht dat het Het had zo leuk kunnen zijn met verf squeezy. Ja. We gaan nog even naar buiten. Nu het nog warm en licht is. Ik heb even wat anders aangetrokken. Even deze rok eroverheen. Zeker. In Tat haar auto. We hebben nu toch leuk muziek. Dan gaan we de verkeerde kant op. We gaan naar Scheveningen. Ja, dat kan wel. Scheveningen. Dat kan je van niet. Het is altijd mooi weer hier. Altijd. Misschien dat wij altijd hierheen gaan als het mooi weer is. Nee. Kiel! We zitten bij een cocktailbar, Scheveningen, Sahara. Dit is die van ons, we hebben dezelfde toevallig genomen. We hebben heel veel cocktails en dit is dan, of mocktails. Dit is met watermeloen, ijs, wat zit er nog meer in? Vanilleijs zit erin. Banaan. Aardbeienyoghurt. Ja. Honing. Meloen. Banaan. Hij heeft het, dat was het. Yay! You'll never know. Dit is waarom ik zo graag hier woon. Maar waarschijnlijk ook niet. Hoe dichtbij we zijn. En we hebben... Nee. Ga maar naar het water, Marcia. Go! Ja. Marcia! Flip-flap van die alle kanten op. Sparkelen. Hoe dat nou niet ook wel noemen. Sparkelen, Marcia's flip-flaps? Ja, zoiets. Met de zon en glim en... Yay, strand! Yay! Kijk wat Marcia nu gaat doen. Ik denk
die grote jellyfish te aanraken. En dat is ook heel stom op de camera. Wauw, veel, veel in te worden. Ja, we zijn een grote camera. Oh, het is heel koud. Inderdaad. I'm officially wearing the worst beach outfit ever. Je moet verder. Oh, het is heel koud. Doe het nog bijna ook. Oh, dit is heel gezond, hè? Dit. Dit is heel goed voor je huid. Dan moet je met je voeten erdoorheen. Mag ik het op je gezicht smeren? Nee, je moet met je voeten erdoorheen. Gewoon stront, hè? Dat is geen stront. Ik ben een beetje bang voor de kwallen hier, dat ik er straks op eentje sta. Oké. Hi, let me show you the beauty of my island. En we gaan weer terug zijn. En we zijn weer thuis. De zon gaat langzaamaan onder. Ik ga even de vlog van morgen editen. En dan is het weekend alweer voorbij. Hey, het is 1 uur 's nachts, maar dat heeft een reden. Want ik heb echt forever erover gedaan om die GoPro beelden te importeren. En dat is echt annoying, maar het lukt me nu eindelijk. En nu ga ik echt slapen. Welterusten jongens. Op naar de volgende week. Netjes scoren, muziek, leren. Absoluut aanrader. Iedereen die ook zegt van, oh, ik ga naar Londen voor het eerst. Ga naar Camden Town.